welkom bij deze nieuwe extra video. Mijn vaste abonnees zullen nou al denken van, hoezo een video op vrijdag? Maar dat is dus omdat dit een extra video is. Zoals ik altijd vertel, mijn vaste dagen zijn woensdag en zondag. En af en toe extra video's. Vandaag is dus zo'n extra video. Ik heb een samenwerking met Ethos. En ik ga voor een half jaar lang, één keer in de maand, een extra video plaatsen. Die in samenwerking is met hun. En vandaag is dus de allereerste. Ik en nog 19 andere influencers zijn voor een half jaar een samenwerking aangegaan met Ethos. Wij krijgen elke maand een soort van opdracht binnen. En daarmee moeten wij iets doen wat het beste past bij ons kanaal. Nou, mijn kanaal is dus beauty en make-up. Dus het zal altijd gaan over beauty en make-up. Deze maand was de opdracht festival. Dus ja, het beste wat ik kan doen is een festival make-up look maken. Wat wel grappig is, is dat ik al een keer een festival look video heb gemaakt. Die hebben jullie nooit gezien, want ik heb die nooit upgeload. Omdat die video helemaal was verpest. Het was echt een hele fiasco. Ik heb het gewoon verwijderd. Ik heb het nooit upgeload. Ik maak nu al anderhalf jaar video's. En dat was de allereerste keer dat ik een hele video heb gemaakt. En er niks meer mee heb gedaan. Dat is nog nooit gebeurd. En dat doe ik echt ook alleen in het uiterste geval. Want een video maken kost me echt rond de 2 uur. Als het echt een hele uitgebreide video is. En die video was ook dus zo'n video. Maar hij was dus zo erg verpest. Ja, ik kon dat gewoon niet uploaden. Dus heb ik hem gewoon verwijderd. Maar vandaag ga ik het dus gewoon opnieuw proberen. Dus ik ga weer een hele leuke festival look maken. Omdat dit dus in samenwerking is met Ethos, ga ik vandaag alleen maar make-up gebruiken die te koop is bij de Ethos. En dat kan van alle soorten merken zijn. Het is niet alleen van het Ethos huismerk. Gewoon van alles. Maar het is in ieder geval allemaal te koop bij de Ethos. Dus mocht je vandaag iets zien en je wilt het ook graag, alles staat beneden in de beschrijving. En ja, ren gewoon naar de Ethos en daar ligt het allemaal. Het hangt wel een beetje af per filiaal of ze het verkopen, want de ene is groter dan de ander. Nou, dan is het voor nu al even klaar en dan gaan we snel door met de video. Nou, ik ga wel een beetje voor een makkelijke festival look, zodat iedereen het ook gewoon een beetje kan namaken. Het is niks heel heftigs, heel extravert. Het is gewoon net een beetje extra en dat vind ik wel leuk. Zo ben ik ook. Ik ben nooit echt heel extravert qua make-up. Ja, of ja, wel een beetje, maar ik ben nooit heel extreem, dus dat zal deze look ook niet worden. Maar het wordt wel echt een hele leuke look. En het wordt vooral heel draagbaar. Want de meeste festival looks die ik zie, denk ik bij mijn eigen, zo ga ik niet naar een festival toe. Dat is way too much. Dus ik wil het gewoon leuk houden en dat het ook echt gewoon draagbaar is. Ik ga eerst mijn gezicht primen met de Maybelline Baby Skin Primer. Deze maakt je huid echt heel egaal en dat vind ik altijd heel fijn. En het vermindert je poriën. Dan voor foundation heb ik iets nieuws. Ik heb de Rimmel London Match Perfect Foundation. Deze heb ik dus pas gekocht bij de Ethos. Dit is de kleur Soft Beige. En ja, ik wil hem gewoon vandaag gaan proberen. Ik hoop dat hij goed is, anders ja, is dat niet zo leuk. En er staat ook op het flesje dat het je gezicht hydrateert. Dus ik hoop dat hij dat doet, want voor een huid als die ik heb, een droge huid, is dat wel fijn. Dus ja, ik ga hem gewoon even aanbrengen. Ik denk wel dat de kleur goed is. Ik had eigenlijk een andere gekocht, maar ik kwam thuis en ik dacht bij mijn eigen, wat is dit voor kleur? Hij is echt helemaal verkeerd. Dus ik heb hem teruggebracht en toen heb ik deze gehaald. En zo, wat ik ook gewoon nou zie, is deze kleur perfect. Want we weten allemaal wat voor een ramp het is als je foundation kleur niet klopt. Nou, ik heb nou 1 laag aangebracht en ik vind hem wel mooi. Het is een beetje een lichte tot medium dekking. Ik vind hem ook echt heel licht op de huid. Ja, ik vind hem wel mooi. Het is geen volledige dekking. Dus als je daarvoor gaat, zou ik deze foundation vooral niet halen. Het is gewoon een hele mooie licht tot medium dekking. Ik vind het wel mooi. Qua dekking doet hij mij een beetje denken aan de Benefit Hello Happy Foundation. Dus als je deze te duur vindt, maar wel zo'n natuurlijke dekking wilt, is deze ook wel fijn. Deze kost een stuk minder, iets rond de 13 euro. Als concealer gebruik ik de Essence Stay All Day Concealer. En ik heb hem in de kleur, even kijken, Soft Beige. Ik had die al, ik heb die al 1 keer pas gebruikt. Essence was nooit te koop bij Ethos, maar nou wel. Dus je kunt nou ook gewoon daar Essence halen. Eerst was het echt alleen bij de kruid valt. Maar nou, dus ook daar. Ik zie ook nog wel eens mensen aan mij vragen of ik een full face met Essence make-up video wil maken. Maar ik heb die pas gemaakt. Dus ja, ik zal hem wel even hier zetten. Dat is dus de video. Daar heb ik echt van alles getest van Essence. Onder andere deze concealer. En dan blend ik hem weer uit met mijn Real Techniques spons. En ik doe het ook gelijk op mijn oog om die gelijk te primen. Oké, dan ga ik heel even snel mijn gezicht
poederen en mijn neus contouren. En dan ben ik zo terug. Oké, dan zijn we vanaf even klaar met het gezicht. Nou ga ik verder met de ogen. Ik ga een hele leuke ooglook maken. En voor de ooglook heb ik ook een nieuw paletje gekocht bij de Ethos. En dat is de Magnifies Color Edition van Rimmel London paletje. Dat is dus dit paletje. Ik vond dit een heel leuk paletje omdat het een beetje alledaagse kleuren heeft. Het heeft wat felle kleurtjes en wat donkere kleurtjes. Dus ik dacht, ja, dan heb ik wel genoeg voor een hele leuke look. Er zit ook weer een dom kwastje in die ik niet ga gebruiken. En dit zijn dan alle kleuren van dichtbij. Hele leuke kleurtjes. Ik hoop dat ze ook een beetje fijn aanbrengen. En je hebt iets van 3 van dit soort paletjes. En dit is de Color Edition. Dus met wat kleurtjes. Je had ook eentje die iets meer alledaags was en zo. Het enige wat ik hier een beetje in mis is een bruine transitiekleuren matte. Want alle kleuren hier zijn glitter. Al deze bruinachtige kleurtjes. Dus ik ga mijn Essence Matte Bronzing Powder gebruiken. Ook als oogschaduw. En dit is in de kleur voor darker skin. Met Essence moet je altijd een beetje opletten, want alles bij hun is heel licht. En als het dus darker skin is, wat normaal echt een hele donkere huid is, niet mijn huid. Want ik val eigenlijk in categorie medium, maar hou er dus rekening mee. Essence is altijd lichter, dus deze kleur is goed voor mij. En dan ga ik deze zo in mijn arcadeboog aanbrengen. Zoals ik zei in het begin is alle make-up van de Ethos, maar mijn kwasten niet. Dus niet dat je vandaag een kwast ziet en denkt, hey, ik wil die hebben, ik ga naar de Ethos toe. Want deze zijn niet van de Ethos. Al heb ik wel een paar kwasten van de Ethos. Zoals mijn blush brush is van Real Techniques en die is wel te koop daar. Dus sommige dingen wel, sommige niet. Maar in ieder geval, alle make-up is gewoon te koop bij de Ethos. Oké, dan pak ik deze kleur. En met die kleur ga ik er ook een beetje mee in mijn arcadeboog. Maar dan een beetje eronder. Ik blijf het een beetje laag houden, want dit is geen matte kleur. En ik wil niet dat heel mijn oog één grote glit wordt. Ondanks dat het een festival look is. Wow, er komt wel echt heel veel kleur vanaf. Daar ben ik wel blij mee. En dan pak ik deze beetje rosé champagne glitterkleur. En daarmee ga ik over mijn hele ooglid. Wauw, dit is echt een hele mooie kleur. Heel veel pigmentatie ook. I like it, heel mooi. Wauw, kijk even hoe mooi deze kleur is. Oh my god, dat is echt mooi. En dan pak ik weer deze donkerbruine kleur. En daarmee ga ik het allemaal in elkaar uitblenden. Dus ik breng niet te veel meer aan, maar echt alleen puur om het in elkaar uit te blenden. Want anders is het echt een puinhoopje. Nou, ik had al bedacht dat ik iets wilde doen met mijn ooglook, maar dat kon ik echt alleen doen als dit paletje genoeg gepigmenteerd zou zijn. En tot nu toe is hij dat wel. Dus ik wil het gaan proberen. Ik heb het ook nog nooit gedaan. En ik wil dus met deze blauwe kleur een eyeliner maken. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb het wel gezien bij anderen dat ze ook gewoon met oogschaduw, dat ze het dan een beetje nat maken en er gewoon een wing mee maken. Dus dat ga ik ook gewoon proberen. Ik hoop echt dat het lukt, anders is het echt een faal. Op zich wordt het wel blauw en lukt het wel. Het kost alleen wel echt een beetje moeite. Ik denk dat als je gewoon de moeite wilt besparen, je beter gewoon gelijk een blauwe eyeliner kunt kopen. Maar ja, dit lukt ook wel. Nou mensen, het is wel allebei de ogen gelukt. Ik vind het heel leuk. Ik zat net te vertellen dat het hier een beetje moeilijk ging en het lang duurde. Dat komt dus omdat ik voor deze kant mijn kwast nat heb gemaakt met setting spray. En hier heb ik het nat gemaakt met water. En dat ging echt veel beter. Dus als jij dit ook zo wilt doen met dit paletje of welk paletje je ook wilt, maak je kwast echt nat met water. En dan brengt hij veel gepigmenteerder aan en veel beter aan. Dus hier ging het eigenlijk best wel snel. Ik vind het heel leuk. Het maakt de look echt een beetje anders. Anders dan normaal. Ik ga nou even mascara doen. Ethos is net uitgekomen met een paar nieuwe mascara's. En ik heb er hier 3 van. Ik heb ze nog geen één keer gebruikt. Ik weet ook niet welke ik wil gaan gebruiken. De groene is dus speciaal voor gevoelige ogen. De licht roze is een volume mascara en de donkerdere roze of zo is een mega volume mascara, dus ik ga die gebruiken. Nou, zo ziet hij eruit. Hij ziet er in ieder geval prima uit. Oh, hij is fijn joh. Hij pakt mijn wimpers echt goed vast. Ik vind hem fijn. Nou mensen, ik vind deze echt heel fijn. Dat had ik niet verwacht. Ik vind hem gewoon even fijn als die van Essence. Dat is wel echt heel chill. En dat zeg ik niet alleen omdat dit een video is van de Ethos.
Ik meen het gewoon echt oprecht. Ik vind hem echt heel fijn. Helaas heb ik niet heel veel wimpers, dus ik kan die heel goed laten zien. Maar ik denk dat mensen die echt extreme lengte willen, deze wel fijn gaan vinden. Oké, dan ga ik nou heel even snel nep wimpers opdoen, want dat doe ik altijd. En dan kom ik zo terug. Oké, dan ga ik verder met onder mijn ogen. En daarvoor ga ik weer deze Essence Bronzer gebruiken. En ik ga ook deze kleur ermee mengen. En dat ga ik dan onder mijn, op mijn onderste wimperrand aanbrengen. En wat ik dan als laatste nog wil doen is deze gele gouden glitterkleur in mijn binnenste ooghoek aanbrengen. En dan als laatste nog wat mascara op de onderste wimpers. Om mijn gezicht te bronzen ga ik gewoon weer die Essence bronzer gebruiken. Als blush heb ik de Ethos Beautiful Blush. Hij is wel een beetje vies, want ik heb hem al even. En dit is in de kleur Sun Loving Sand. Het is echt een hele mooie... Op mijn huid is hij heel naturel, dus ik vind dat heel mooi. En als highlighter gebruik ik dit paletje ook van Essence. Deze is nieuw en is echt heel mooi. En ik ga deze kleur op mijn jukbeenderen doen, op mijn neus en onder mijn wenkbrauw. Kijk hoe mooi dit is. En het is zo betaalbaar. Echt, I love it. Voor de lippen heb ik een lipstick van LOV. En dit is in de kleur Selma's Courage. LOV is een vrij nieuw merk bij de Ethos. Dus niet iedereen kent die. Maar je kunt het een beetje vergelijken met Maybelline. Een beetje in die prijskategorie ook en zo. En dit is echt een hele mooie nude kleurtje. En die ga ik gewoon even opdoen. Nou, dan is de normale make-up look nou helemaal af. Maar nou ga ik er dus echt een festival look mee, van maken. Door de Essence Loose Glitters te gebruiken. Dit zijn losse glitters van Essence in de kleur Golden Nuggets. En je hebt nog drie andere varianten. En ik ga wat lijm aanbrengen hier zo op mijn gezicht. Echt in een maan. En daarmee ga ik die glittertjes hier zo een beetje aanbrengen. Dat maakt het toch wel weer iets meer festivalachtig. Het is echt gewoon een potje met allemaal van die losse glittertjes. Dus ik ga het even hier neerleggen. En ik gebruik expres een beetje zo'n fluffy kwast. Zodat het een beetje verspreid aanbrengt. En niet allemaal zo als losse klodders op mijn gezicht. Want dat is niet mooi. Het is het mooiste als het een beetje zo verspreid zit. Nou, ik hoop dat dit niet wat vers, anders is deze look echt voor niks. Ik breng nu een beetje lijm aan. Ik begin eerst gewoon even hier. En dan pak ik een klein beetje van die glitters en die ga ik gewoon aanbrengen. En ik pak niet te veel, omdat ik het echt, ja, niet echt te veel wil hebben. Oeh, mooi! Oké, mensen, ik vind het echt heel mooi. Ik breng even iets meer lijm aan hier naar beneden. En dan pak ik weer een beetje van die glitters en die ga ik dan aanbrengen. Kijk hoe cute. Ik ben zo blij dat het goed gaat. Want waar ik het dus in het begin over had, over die andere festival look die helemaal was verpest. Die was dus op dit punt verpest. De make-up look was perfect. Maar toen ik dus die lelijke glitters ging aanbrengen, helemaal verpest. Het was echt één grote puinhoop. Maar dit is echt heel mooi. Echt go Essence. Ik zal een beetje zo mijn gezicht bewegen in die lichten. Oh, I love it. En het is ook gewoon niet too much. Het is gewoon, ja, leuk. Ik wil meer aanbrengen, maar ook weer niet. Even een beetje ingezoomd. Kijk hoe mooi. Ik vind het echt heel leuk. Je kunt altijd nog meer aanbrengen. Ik doe dat niet, omdat ik het niet te veel wil maken. Maar ik vind dit zo echt heel leuk. Je kunt ook hier zo in je binnenste ooghoeken doen. Of zo boven je wenkbrauwen. Of bij allebei de kanten. Bij je voorhoofd. Je kunt echt doen wat je wilt. Als je een beetje op zoek bent naar festival looks waar je een beetje inspiratie uit wilt halen, ga naar Instagram bij tags en doe hashtag festival make-up en dan zie je echt van alles. Maar ik vind dit echt heel leuk. Ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Nou, dit was dan de festival make-up look. Ik heb ook zo mijn haar hier zo een beetje naar achteren gedaan, want dat vond ik wel leuk, want dan kun je dit zo goed zien. Ik vond het heel leuk om deze look te maken. Ik maak niet vaak van zulke rare looks. Dus ik vond het wel leuk om een keer iets anders te proberen. Van de nieuwe make-up die ik vandaag heb gebruikt. Vond ik ook alles gewoon helemaal prima. Dus ja, ik ben heel blij met hoe het vandaag is gegaan. Ik heb vandaag veel risico's genomen met de eyeliner. Met deze glitters. Ik heb ook een andere wimperlijm gebruikt. Een andere foundation. Dus
al met al heb ik heel veel getest en ben ik toch heel blij dat alles gewoon goed heeft uitgepakt. Laat me weten wat jullie hiervan vinden en of jullie naar leuke festivals gaan. Ik eigenlijk niet, maar ja, ik vond het ook leuk om gewoon een festival look te maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Laat een leuke reactie achter. Abonneer vooral op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. Vandaag dus een extra video. Hier en daar komen gewoon extra video's. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!